het bijzondere aan schoenmaker. Het is een bedrijf wat in 1923 is gestart. Dus we zijn bijna toe aan ons 100-jarig bestaan. Het bijzondere aan het bedrijf is dat wij van een heel laagwaardig input naar een hoogwaardig output kunnen gaan. Dus wij hebben een zeer specialistisch productieproces ontwikkeld die ervoor kan zorgen dat de inferieure grondstoffen waarmee wij werken geüpgraded kunnen worden naar eindproducten die voldoen aan de normen die er in de wereld gelden als het gaat. We zijn eigenlijk op zoek. We wilden eigenlijk de rol van middelmanagement wilden we hoger trekken naar een hoger niveau. Daarin vonden we het belangrijk dat ze de handvatten kregen om goed leiding te kunnen geven. Toen zijn we gaan zoeken en toen kwamen we op Crescom, waarin we hebben gekozen daarvoor omdat het een opleiding is die echt een jaar duurt. En daarmee ons gevoel veel meer de handvatten inbed in wat ze kunnen, waarin ze kunnen helpen eigenlijk. Bewust bezig is met een opleiding en doordat je dan jaar of iedere maand er weer mee in aanraking komt, kun je het veel beter ook toepassen in je functie. Dus het is een bepaalde investering. Aan de andere kant denk ik dat de investering wel veel meer basis krijgt. Ja, ik heb dat zelf ervaren als vanzelfsprekend heel positief. We hebben ervaren dat de jongens echt getracht hebben om hetgeen wat ze in theorie tot zich namen tijdens de sessies, om dat in praktijk ook naar voren te brengen en tot uiting te laten komen. En dat je vanuit de groep medewerkers die zij weer aanstuurden daar ook hele positieve geluiden uit hoorde. Dat zij ook echt daadwerkelijk konden zien dat zij bezig waren met hun opleiding, met het verbreden van hun kennis op juist dat, op die belangrijke componenten als leidinggever. En ook in onze naspreeksessies die we iedere keer naar de training hielden, was gewoon ook duidelijk dat ze gaandeweg het traject beter, het was namelijk niet goed of fout, maar meer doordachtere ideeën hadden en meer bewust bezig waren met hoe ze beter konden leiding geven of beter hun team konden aansturen. En ook, ik vond ze zelf ook in die sessies ook gewoon gegroeid in als hun als persoon. Goed, positief. In onze laatste bespreking, daar was jij niet bij, hè? Nee. In onze laatste bespreking hebben we dat doorgenomen. Zij hebben het als positief ervaren. Ze gaven aan dat inderdaad de kracht vooral lag in het feit dat het herhaling was. Wat af en toe ook wel zeiden van het werk was ook wel soms een beetje te veel herhaling. Maar goed, dat betekent wel dat het is blijven hangen. En ik heb wel het gevoel dat ze zelf ook vinden dat ze op een betere manier nadenken over hoe ze hun team kunnen aansturen. Of in ieder geval handvatten hebben gekregen om met problemen wat beter om te gaan binnen hun team. Dat gevoel hebben zij in ieder geval wel. Waar wij voor hebben gekozen is dat als ze terugkwamen van zo'n sessie we er 1 tot max 2 weken tussen lieten zitten om intern te gaan evalueren. En dan tijdens die evaluatie te kijken naar wat hebben jullie de afgelopen sessie gedaan en wat hebben jullie in die periode tussen de sessie en nu, hebben jullie bepaalde voorbeelden die je mij ons kan geven, waardoor je laat zien dat je de theorie in praktijk hebt uitgevoerd. Dus het was die evaluatie, maar en ondertussen toch ook kijken naar voren. Van hé, je hebt bepaalde opdrachten meegekregen, je hebt nog 2 weken en wat ga je daar dan in die 2 weken doen om die theorie echt goed tot je te laten nemen en in de praktijk uit te voeren. Positief, zoals ik net eigenlijk aangaf, zijn ze gegroeid in de persoon. Vooral in het bewustzijn hoe je als leidinggevende erin staat en welke rol je voornamelijk hebt. Dus de rol tussen werkgever en je werknemers. Ze zijn alle 3 op hun eigen manier gegroeid en dat merk je vooral in de communicatie hoe ze dat nu aanpakken. Want je komt dagelijks problemen tegen en daarin hebben ze gewoon heel, heel duidelijk, zitten we al veel meer op 1 lijn in de ideeën en in de wijze van communiceren.
ik denk dat jullie formule zeker een toegevoegde waarde kan leveren. En dat ik daar als we meer mensen hebben die een leidinggevende rol hebben op middelmanagement, dat we daar dan zeker voor kiezen. Nogmaals, vooral om het feit dat het gewoon een wat langdurig traject is, maar waardoor je wel informatie beter blijft hangen en kan toepassen.